Toen ik Oscar voor de eerste keer leerde kennen, had ik echt niet zoveel heel veel met koeien. Ik was van opleiding laborant en werkte later in een tuincentrum. Oscar was een leven lang al gepassioneerd van de koeien. In het weekend melkte hij bij andere melkveehouders. En daar wilde hij toch graag in verder gaan. Omdat wij zelf niet van boerenafkomst waren, was het voor ons dus moeilijk om in Nederland een bedrijf te vinden. En daarom moesten wij op zoek in het buitenland. Naar verschillende landen te hebben bezocht waar ik dit bedrijf tegengekomen. Dat was op dat moment instap klaar. Er hoefde niet veel aan gedaan te worden. Als we vandaag zouden komen, konden we morgen gelijk beginnen. Melkveehouderij is geen 9-tot-5 baan. Het is een passie waarmee je moet leven. En je moet er met z'n allen achter staan, want anders is het moeilijk om dat allemaal rondgedraaid te krijgen. De taakverdeling tussen Oscar en mij is er niet echt. We weten van elkaar wat we doen. De ene doet dit en de andere doet dat. De kinderen zijn tot op heden nog steeds ook gepassioneerd van de landbouw en helpen graag mee. Ze dragen een steentje bij. Toen we hier begonnen, in 2006, zijn we in een 2x5 GA visgraadstal begonnen met wel automatische afname. Toen ik in 2015 mijn been brak, kwam al het werk op Oscars schouders. Want we zijn maar samen, want onze familie woont in Nederland. En omdat dat gewoon te veel werken was, was heel snel de optie gemaakt om voor een robot te gaan. Maar naarmate dat we langer met de robot werkten, waren er toch wel wat puntjes dat we voor ons eigen toch misten op die robot. Ondertussen waren we met de vergunning en alles bezig voor een nieuwe stal. En toen waren we ook aan het kijken voor de inrichting en welke melkrobot het eventueel zou worden. En uiteindelijk zijn wij bij Gea terechtgekomen. Toen de vergunning en alles rond waren, hebben we gelijk prijs bij Gea opgevraagd voor de complete stalinrichting. Mocht er eventueel problemen of wat dan ook zijn, dan hebben we één aanspreekpunt. Maar tot op heden is alles goed en vlot verlopen. De afhandeling is netjes en we zijn er erg tevreden over. En als we problemen hebben, kunnen we altijd bij ze terecht.